Wat is BFIT? BFIT is eigenlijk afgeleid van Body Fashion It. Ik ben in de vorige eeuw begonnen met het versieren van het lichaam. Door middel van tijdelijke tatoeages. En ik ben eigenlijk uitgegroeid nu na 12 jaar met allround opleidingen. Ja. We geven onder andere opleidingen in permanente make-up. We hebben ook een salon waar we permanente make-up behandelingen doen. We hebben ook opleidingen voor de massage, de wellnessmassage. Het is voor de schoonheidsspecialisten tegenwoordig heel belangrijk dat ze een extra kunnen aanbieden in hun salon. We hebben verschillende massages, dus ook die orka's massage. Nou, dat is eigenlijk voor een algehele ontspanning. Je kunt met een simpele massage, maar je kunt het ook verder uitbreiden. En die uitbreiding geven wij ook door verschillende wellnessmassages. We hebben ook een breusmassage, een voetmassage, een afvalmassage, noem maar op. We willen echt een breed vak aanbieden op het massagegebied. Okay. Dan hebben we ook de opleiding fysici. Ja. Er is natuurlijk ook best veel vraag naar. We hebben de fysici opleiding. We hebben nu een leerling die doet mensen opmaken. Daardoor kunnen ze ook stage lopen bij ons in het bedrijf. Mm-hmm. Wat ik heel erg belangrijk vind. Het is niet alleen een opleiding, maar ook de begeleiding achteraf is belangrijk. Dat ze ergens op terug kunnen vallen. We hebben veel aan de designopleidingen. We hebben Tatjana Serreda. Die geeft de designopleiding, de one stroke. Je mag gaan zitten hoor, als je dat hier is aan het demonstreren. Mm-hmm. Ze doet er verschillende wedstrijden mee. En het zijn vooral de opleiding, de one stroke, de acryl design, wat heel erg hot is onder nagelstylistes. Hey, die opleidingen bij jullie, dat zijn fulltime opleidingen? Ja, je kunt een 6 dagen al mee beginnen, maar de schoonheidsspecialist bijvoorbeeld is een 18 maanden opleiding. Dan ben je 1 keer in de week, heb je theorie en praktijk. Maar je kunt het helemaal inpakken zoals je zelf wil. Ik heb meestal een gesprek vooraf van wat wil je, waar wil je heen en waar wil je naartoe. En daar gaan we je mee begeleiden. Van nagelstylisten, schoonheidsspecialisten. Of je bent al bezig en je wordt verder opgeleid. En doe je dat op locatie? Of? Zoals de permanente make-up opleidingen doe ik veel op locatie. Omdat het dan belangrijk is dat je in je eigen salon kunt werken met modellen. Maar de opleidingen worden hier in Hardenberg gegeven. Daar hebben we 3 leslokalen. We hebben 4 salons voor in de verhuur. We hebben een grote lunchruimte. En we hebben de groothandel voor de bijpassende producten natuurlijk voor de verkoop. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.